Sander. Capobio. Zijn we kuitenbijters? Kuitenbijters? Ja. Heb je de kop omhoog? Lei sudava sotto tutti quegli strati del suo abito. Lui guidava sguardo fisso sull'asfalto la sua Cadillac. Con Las Vegas alle spalle d'una meta ancora incognita. Si diceva che erano pazzi e si baciavano sui metro per poi litigare ancora e darsi un altro abbraccio. Ignoravano la gente che rideva sempre un po' quando si vestivano da sposi, un giorno sì e uno no. Quando lei piangeva e lui cantava un pezzo malinconico, stranamente le tornava all'improvviso come sempre quel sorriso in volto. Fermi ai bordi della strada, lui insultava la sua Cadillac. Buongiorno. Ja, het waren de wandeling was best wel een klim. Dus daar moeten wij van bij komen. En dan kan natuurlijk het best met een lekker bordje pasta. Met een truffel salsa. En dan vraag ik me af waarom jij dat hebt besteld. Omdat er ook paddenstoelen in zitten. Dus je gaat me lekker eten. Ik nou. Denk... Ze ruiken dat die truffel gaat overheersen. Ja, ik ruik hem. Ik ruik hem hier ook al. Oeh, ik ga eraan beginnen. Ja. Eet ze. Lei si allontanava in abito da sposa dalla macchina. Amore mio, dove stai andando? La rincorse e l'abbracciò, poi la prese in braccio e proseguì verso il deserto. Chi li ha visti allontanarsi? È un camionista di che quell'uomo strano le parlava, invece no, di sicuro le cantava quel suo pezzo malinconico. Disse infatti che la donna lo guardava stranamente col sorriso in volto. Wat stond er nou? Er zat ter herdenking aan de kadetten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Morti, dat zijn mensen die overleden zijn. Ja, in combat. Oh, Griekenland, één in Joegoslavië, Albanië. Tobruk, Afrika is dat. Ja, Rusland, Italië. Dan zouden het inwoners zijn van dit plaatsje, ja. Die dan zijn omgekomen in verschillende... veldslagen in de Tweede Wereldoorlog. Er is eentje verdwenen, die is Peri, in Rusland.
Vier zijn er door ziekte, malaise, doodgegaan. Oké. Ja. Mogen ze daar een monument voor hebben opgericht voor die mensen? Hospitaal Militair. Dat je weer gehad, hè? Zo. Gaan we weer naar beneden? Gaan we de wandeling helemaal naar beneden? Ja. Yes. Een auto die we echt ver weg hebben staan. Hoe dichter we hierbij kwamen, hoe meer parkeerplekjes. Ik zag die leeg waren, gewoon echt op de rand bij de poort. En wij staan op de allereerste parkeerplaats die je binnenkomt. Die stadje binnenkomt. Nou, nou ja. Als het heel druk is. Maar dat is het nu niet. Het is rustig. Maar, we gaan lekker naar de auto, maar één voordeel, het is allemaal naar beneden. Naar beneden. Yes. Right. Stranamente le tornava all'improvviso come sempre quel sorriso in volto. Hij heeft ook last van Sahara zand. Hier. Staat er ook op. Op zijn naam Eraan. Op zijn naam Eraan.